Wederkerend en wederkerig voornaamwoord. Wederkerend en wederkerig voornaamwoord. Het zijn twee woordsoorten die je vaak tegenkomt bij het vak Nederlands. Wat is nou het verschil? Sommige werkwoorden, zoals wassen, vergissen en schamen, krijgen altijd een extra woordje erbij. Denk maar eens aan zinnen als ik schaam me diep of hij heeft zich gewassen. Deze extra woorden, me, je, zich, ons, noemen we wederkerende voornaamwoorden. Als je niet zeker weet of er een wederkerend voornaamwoord in de zin staat, kan je de zin veranderen naar de hij-vorm. Het woordje dat dan ook mee verandert is een wederkerend voornaamwoord. Ik erger me aan haar lach wordt bijvoorbeeld hij ergert zich aan haar lach. Me is dan dus een wederkerend voornaamwoord. Het wederkerig voornaamwoord is een stuk makkelijker te herkennen in een zin. De Nederlandse taal kent er namelijk maar drie. Elkaar, elkander en mekaar. Deze drie woordjes kan je dus gemakkelijk in je hoofd stampen en dan met volle trots zeggen dat je alle wederkerige voornaamwoorden kent. Via de app, kies je vak, stel je vraag en krijg direct hulp. Mr. Chat, geen probleem.